En vandaag gaan we inzoomen op de fitness-cereals, de ontbijtgranen. En zijn die dan wel zo gezond als wij misschien al jaren denken? Nathalie, welkom. Zoals we ondertussen wel weten, als het over eten en drinken gaat, dan komt Nathalie bij ons staan, onze experte. Ja, Nathalie, zijn die fitness-ontbijtgranen nu echt goed voor je gezondheid? Wel, we hebben in onze analyse eigenlijk gekeken naar meer dan 100 verschillende soorten ontbijtgranen. En we hebben eigenlijk op basis van het etiket onze gezondheidsscore berekend. En als je dan kijkt naar de fitnessgranen, daar hebben we er zo'n 24-tal van bekeken. Tussen degene, de gewone pure, die met chocola of die met fruit, ja, zijn eigenlijk de gewone pure versies eigenlijk wel degene die over het algemeen de beste keuzes zijn, omdat zij vaak meer vezels bevatten. Zelfs 3 van die 24 producten hebben eigenlijk meer vezels dan gewone havermout. Dus dat wil zeggen meer dan 10 gram vezels per dag. En die vezelinname, dat is belangrijk, omdat die eigenlijk helpen reguleren voor de darmtransit, maar ook ervoor zorgen dat je eigenlijk een volle gevoel hebt, dus dat je meer verzadering hebt van je eten. En ook deze producten, die pure fitnessgranen, die hebben eigenlijk ook vaak het minste suikers. Er zijn er die slechts 5% toe suikers hebben eigenlijk in het product. Dus we denken dan dat aan Special K en dat soort... Ja, die type producten eigenlijk. Ja. En daarvan heb je eigenlijk altijd dat de pure versies eigenlijk de betere zijn. En met inderdaad die meer vezels en dan ook minder suikers. Eigenlijk, ja, die pure versies hebben soms tot 5 keer minder suikers dan die met chocolade eigenlijk. En dan als laatste interessant puntje is ook dat die pure fitnessgranen eigenlijk, dat die dan eigenlijk ook minder vetten en minder verzadigde vetten eigenlijk gaan bevatten. En daarnaast heb ik nog gekeken ook nog naar de additieven en ook de bewerkingsgraad. En ook daar zie je opnieuw weer dat die pure versies eigenlijk minder additieven, ook meer veilige additieven bevatten dan de andere. En dat zij ook eigenlijk zo weinig mogelijk ultrabert ingrediënten bevatten. Dus eigenlijk de versies met chocolade vaak tot rond de 10 eigenlijk van die ultrabewerkte ingrediënten eigenlijk gaan bevatten. Dus over het algemeen kan je wel zeggen dat die pure versies eigenlijk interessanter zijn dan de versies van chocolade en fruit. En dat zeker ook niet al die fitnessgranen eigenlijk gezond zijn zoals dat we zouden denken. Ja, we kunnen natuurlijk afgaan op de Nutri-score. Daar hebben wij het ook al over gehad. En dan merk je toch, ik ben eens gaan kijken, dat er van A tot C of D wel best een heel groot verschil zit op één product, één type product dan toch, hè? Ja, zeker bij die ontbijtgranen heb je een heel gamma eigenlijk aan Nutri-score is inderdaad van de meest vaak de simpele producten hebben dan een betere Nutri-score. Degene met heel veel tralala, die hebben vaak dan een minder goede Nutri-score. En nu is het ook nog de oude Nutri-score, de verpakking. Terwijl eigenlijk vanaf nu kan de fabrikant ook de nieuwe Nutri-score gaan tonen. En die wordt eigenlijk nog een beetje strenger op vlak van suikers. Dus ook gaan er voor een aantal ontbijtgranen de score het ook een beetje verslechteren meestal. Ja, maar ontbijtgranen zijn in het algemeen volgens jou wel een goed ontbijt. Wat is het beste om als ontbijt te nemen trouwens, Nathalie? Uit het onderzoek blijkt eigenlijk meestal dat eigenlijk gewoon een gewone volkoren boterham eigenlijk, met dan een gezonde belegkeuze natuurlijk, dat dat eigenlijk vaak het gezondste en eigenlijk ook het beste is voor de portemonnee. Om de dag eigenlijk te beginnen. Ah, ja. Oh ja, uiteraard. Ja. Maar zeker binnen die ontbijtgranen, iedereen eet wel, vindt dat wel een keer lekker. Van je zeker in binnen die klassieke ontbijtgranen, binnen granola, havermout, heb je wel allemaal zeker gezonde opties waar je kan voor gaan om eigenlijk ook even goed de dag mee te starten eigenlijk. Zeker als je dat ook lekker wilt combineren met je yoghurt, dan is dat altijd wel aangenaam. Dus inderdaad, wat zijn de gezondste? Daar kunnen we op de website denk ik wel jullie research terugvinden. Dus als je naar onze website gaat, dan vind je daar de vergelijker voor deze ontbijtgranen, waarbij dat eigenlijk meer dan 100 producten eigenlijk hebben bekeken op basis van het etiket en dat we dan onze score berekend hebben en die houdt dan eigenlijk rekening met de Nutri-score, dus in die voedingswaarde per 100 gram, maar dus ook met die aanwezigheid van additieven en ook de veiligheid van de additieven als ook eigenlijk de mate van bewerking eigenlijk van die producten zijn en die aanwezigheid van die ultrabert ingrediënten. Dit zijn eigenlijk ingrediënten dat je in je keuken eigenlijk niet kent, bijvoorbeeld glucose stroop of soja-eiwit, hydrolysaat, zo'n dingen eigenlijk dat wij in onze eigen keuken niet gebruiken. Daar kijken we ook naar. Nu, ik spreek over ontbijtgranen, maar zo granola, hè, dat is toch ook al wel even de new thing en de trend. Je kan dat ook zelf maken. Zit daar ook zo'n groot verschil op in, weet je dat toevallig? We hebben dat ook al getest, denk ik niet dit jaar, maar het jaar daarvoor hebben we dat getest. En ook daar zie je inderdaad dat er heel veel verschil is, ook naar lang wat men er allemaal ook aan toevoegt. Maar je hebt ook in die categorie van ontbijtgranen heb je ook
goede keuzes en ook minder goede keuzes. Ja, het is een enorm rek, hè? Het is een heel groot aanbod. Ja. Dus, ik zou zeker zeggen, van kijk gerust eens naar onze selector om een keuze te maken. Ja. Ben je in de winkel, dan kan je inderdaad nog altijd de Nutri-score toch al op zich laten helpen om een goede keuze te maken. Ja, en dan natuurlijk heel belangrijk, hè? De belangrijkste mensen in huis, onze kinderen, die vinden dat ook heel lekker. Maar ik ga er dus al vanuit dat mijn favorieten van toen ik klein was, dat die nu de test niet passeren. Hè? Mag ik namen noemen? Dan denk ik aan Frosties en Honey Pops en wat was dat allemaal? Ja. Ik vond het zelf heel ook heel lekker. Heel zoet vind ik dat nu vooral. Ja, als je dat zelf als volwassenen eet, dan vind je inderdaad opvallend veel suiker dus in terug. No-go. En dat blijkt ook uit onze analyse inderdaad. Daar dat over het algemeen de kinderontbijtgranen eigenlijk meer suikers bevatten dan eigenlijk hun versies gewoon voor volwassenen eigenlijk. Maar we kunnen toch zeggen dat in onze analyse toch twee producten eigenlijk van binnen de effectieve ontbijtgranen gemarket naar kinderen, dat we toch twee vonden die ook een zeer goede keuze zijn. Oké. Eentje met chocola en eentje op basis van honing. Terug te vinden op de website. Ja. Dus twee die ook gemarket worden, zoals je zegt, naar voor kinderen. Die echt voor kinderen zijn. Aantrekkelijke packaging en zo waarschijnlijk. Ja, maar dus stiekem veel toch ook, beter dan, toch ook een goede keuze voor onze kinderen. Dus we kunnen ze ook tevreden stellen en toch ook wij zelf ook tevreden zijn dat we ze een aanvaardbare en goede optie. Wat is uw favoriet ontbijt, Nathalie? Ik eet zelf graag ofwel havermout ofwel inderdaad yoghurt met granola. En fruit. En fruit, ja. Altijd inderdaad, dat is een belangrijk ontbijt. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor ons eigenlijk. Is altijd een zuivelproduct. Mm-hmm. Dus zijnde ofwel melk of yoghurt. Eet je nu geen klassieke zuivel, dan kan je kiezen voor een plantaardig alternatief. Ja, dat is ook een heel reëel. Er is tussen een heel gamma, zowel Absoluut. Binnen de yoghurt als binnen de dranken. Maar zeker voor kinderen, let op dat het verrijkt is met calcium. Want het is belangrijk dat je Staat ook voldoende kan. Ja, dat kan je altijd op de verpakking vinden. Wat je wel hebt, is dat biologische producten, die mogen dat niet doen, volgens de wet. Dus die kunnen niet verrijken. Dus daar moet je wel op letten dat je dan, als je biologisch koopt en plantaardig, dat je dan wel je calcium uit andere bronnen haalt. Er zijn nog veel mogelijkheden om eigenlijk calcium in je voeding op te nemen. En wat is nog een belangrijk onderdeel? Vers fruit. En dan echt vers fruit. Dus inderdaad, fruit in stukjes gesneden. Geen fruitsap. Dat is nog altijd een beetje een misvatting, denk ik. Maar in fruitsap zitten toch vooral veel vrije suikers en ook heel veel minder vezels en vitaminen eigenlijk dan als je fruit zo eet. Ook geeft je het eten van gewoon fruit in stukjes of een heel stuk fruit, geeft je ook veel meer een vol gevoel eigenlijk dan als je gewoon een glas fruitsap drinkt. Ja, dus want uit eigenlijk een blikje appelsiensap, appelsap, dat is allemaal heel slecht. Ja, dat gaat gepaard aan drie appels of drie strukken sinaasappel dat je eigenlijk nooit in één keer opeet, maar je kan dat wel in één keer opdrinken. Ja, en voor de tanden ook niet goed. Nee, ook inderdaad opnieuw. Dus ook het glazuur aan tasten. Combineren met vezels en vers fruit is voor iedereen, jong en oud, eigenlijk het beste. En vergeet ook niet om ook al 's ochtends, zeker ook voordat je vertrekt naar je werk of naar school, zeker ook een glas water te drinken. Zeker voor kleine kinderen is dat belangrijk, omdat zij vaak eigenlijk zelf nog niet echt genoeg signalen hebben om te voelen dat ze dorst hebben. Zeker als ze aan het spelen zijn, vergeet ze dat. Dus geef ze 's ochtends al een goed glas water, dat ze zeker tegen de lunchpauze nog steeds een gehydrateerd gevoel hebben. All right. Bedankt, Nathalie. Ja. En tot snel. Zeker. Bye.